Er zijn wonderlijke vormen van investering in je nakomelingschap. Hier hebben we een ander. Dit is een krekel en die krekel dat is een mannetje. En dat mannetje, dat moet u even zien, dat heeft hier een hele dikke vleugels... en die zijn opgevuld met vetten en met proteïnen. En dan komt er een paring, het wijfje kruipt op dat mannetje... En brengt dus het genitale contact tot stand. En ondertussen begint dat wijfje, begint hier die vleugels van het mannetje op te vreden. Maar die vleugels die zijn in de loop van de evolutie niet meer tot vliegvleugels geworden. Maar die zijn langzamerhand verworden in een soort zak vol met vetten en eiwitten. Dus zij voedt zich op dat moment met de met de vleugels van haar mannetje. En hier ziet u twee mannetjes. Dit is een fit, maagdelijk mannetje... met zijn intacte voedingsvleugels nog. En als een wijfje deze tegenkomt, dan denkt ze bij zichzelf... afgekloven vent. <laughs> Die mot ik niet. En dit is een vorm, in dit geval, van vaderlijke investering in de eigen nakomelingschap, via de voeding van het wijfje, dat uh, daardoor dit kan. Ja, mannetjes en wijfjes in de natuur. Vrouwtjes, mannetjes. Maar we zien in de natuur allerhande gekke andere dingen. Dit soort varianten zien we ook. Um, ik, las, ik zag deze dagen weer een prachtig filmpje van een dierentuin met die ik uh, ken... Waar twee Humboldt-pinguins, mannetjes, al jaren met elkaar optrekken als een paar. En die hebben ze eindelijk de kans gegeven om nou ook eens een keer een ei uit te broeden. Daar hebben ze succesvol gedaan. Een homoseksueel paardje. Maar wat we in de natuur ook hebben. dat zijn dieren die beide geslachten hebben. Dus zogenaamde hermafrodieten. En daar zal ik u een voorbeeld van laten zien. Dat is. Onze gewone wijngaardslak. Onze, onze tuinslak. In elk individu zitten zowel mannelijke als vrouwelijke voorplantingsorganen. En de paring van die beesten is een wonderlijk... Kijk, het is dat slakken geen tv kijken, maar anders zouden ze verlekkerd zijn op series die gaan over hoe twee hermaphrodite slakken het met elkaar doen en alle conflicten die daarbij ontstaan. Want dat zult u zeggen, dat is makkelijk, want het mannelijke deel van de ene slak bevrucht het vrouwelijke deel van de andere slak, terwijl het mannelijke deel van die andere slak het vrouwelijke deel van de eerste slak. Dus ze bevruchten elkaar wederzijds. Goh, dat is ook een, een goeie. Eens kijken hoe ze dat doen. Laten we maar eens even kijken. Hier ziet u ze. En hier ziet u hoe ze elkaar benaderen en liefdevol omstrengelen. En dan ziet u hier de love dart. De liefdespel. Daar zal ik u dadelijk meer over vertellen. En daar ziet u, dit is de liefdespel. Die zit in een schacht en die vuurt. Het mannetje. Het mannetje, en bij verschillende soorten, hebben al verschillende vormen. Dat is een keiharde calciumachtige pijl. Daar ga ik dadelijk meer over vertellen. Dan hebben we het atrium van het mannetje aan de ene kant, van het mannetje aan de andere kant. Maar dat, daar zit. Kijk, dan zult u zeggen, wat zie ik daar? Ja, u ziet inderdaad wat u ziet. Dat klopt. En hier ziet u de paring, ze paren elkaar wederzijds. Ondertussen heeft de love dart, die is hier afgeschoten, want beide hebben ze een pijl en die zit als een soort in een soort capsule en die wordt hydraulisch wordt die gelanceerd en die wordt in het lijf van de partner geschoten. En daar diep dringt hij die daarin en vaak gaat hij er ook dwars doorheen. De Grieken noemden het al de liefdespijl. En ze dachten dat het iets te maken had met het opwekken van de liefde. Ik bedoel, het beeld van de god Pan, of wie is het? Ja, Amor, die met zijn boog een pijl afschiet en de liefde ontsteekt. En iets dat beeld komt uit de klassieke oudheid, dat is hieraan ontleend. Ik zal u even laten zien wat er gebeurt. Het is een strijd der seksen. Het is geen. Ze hebben het gemeenschappelijk belang. Natuurlijk, beide willen ze nakomelingen krijgen. En dat kan doordat in mijn eitjes, al ik als vrouwtje, dat daar mijn nakomelingschap in zit. Maar tegelijkertijd wil ik in de eitjes van de anderen mijn sperma doneren. En daar zorgen dat dat ook mijn nakomelingen zijn. En zo hebben ze alle twee een gemeenschappelijk belang: bij elkaar nakomelingen teweeg brengen. Dan zou je zeggen. Dan is toch die liefdespel. Wat doet die daar dan? Die speelt een hele gekke rol. Het punt is dat we hier een, een conflict zien. Wat we eigenlijk in het hele dierenrijk telkens weer tegenkomen. En dat heeft te maken met het feit dat wijfjes investeren in eieren, in ova. Mannetjes investeren in spermieën, in elk ejaculaat van een zoogdier zitten er miljoenen verkrustend uh, te, te keuren. En ze worden weer aangemaakt. Een mannetje ze kan in principe vele wijfjes bevruchten. Een wijfje moet maar zien dat... nee, haar eieren worden wel bevrucht. Bij elke diersoort. Daar ontkomt ze niet aan. Maar ze moet wel zich afvragen... wil ik door die vent bevrucht worden? Het grote dilemma voor wijfjes is de keuze van de partner. En diezelfde keuze, dat conflict zien we bij deze hermafrodite slakken. Want het mannetje wil graag het wijfjesdeel van zijn partner bevruchten. Maar wil eigenlijk toch even afwachten of hij zelf wel bevrucht wil worden door het mannetjesdeel van zijn partner. Of zijn vrouwelijk deel wel bevrucht wil worden. En daarin is de zij van de slak. Terughoudender, terwijl de hij van de slak, die wil graag die ander bevruchten. En doorgaans gaat het. Maar da daarbij worden ze getest, testen ze elkaar. En wat we weten is. Joepie, ja! Dat dachten ze in de oudheid, dat de functie van die pijl was. Om de ander erotisch te activeren. Maar dat is het dus niet. Het gaat. Op het volgende. Even kijken of ik het heb: het eh, plaatje. Hup. Nou, euh, laat ik zo even... U ziet hier de voor, waar de liefdespijl uit afgespoten wordt. Afgeschoten in het lichaam van de ander. Het is een hele merkwaardige pijl. Die zit daar in een zijholtertje en kan dus eruit geslingerd worden. Daarboven zit het, de vagina, daar mondt hij op uit. Daar zit het vrouwelijke deel. En dan zit hier zit de uitstulbare penis van het mannetje. Die liefdespijl die bevat een mucus, en daar zit een allohormoon in, zo noemen we dat. Dat is een hormoon dat bij het wijfje dat daar de spermatheca afsluit. Bij, nee, sorry, bij de andere slak, bij de partnerslak, verhindert die de spermaafgifte. Um, maar datzelfde mucus, datzelfde hormoon, opent bij dit partner de voor. Waar de, de, waar de eieren in rusten. En dat proberen ze bij elkaar, proberen ze dat. Maar ze mikken dus op, als het enigszins kan, mannelijke bevruchting. Maar ja, je moet toch ook nam, nakomelingen zelf krijgen. Dus het vrouwtje, het vrouwelijke deel van de slag, laat dat af en toe toe. Maar dat laat dat pas toe als het die idee heeft. Dat mannelijke deel van die ander, dat zit wel goed. Dat kan wat. Nou ja, dan krijg ik tenminste straks nakomelingen die ook weer mannetje en vrouwtje tegelijk zijn, maar waarin dat mannelijke deel wel goed zal zitten. Kortom, u ziet hier een wonderlijke race en een wonderlijk conflict tussen de seksen in één individu.